Wat er is gebeurd, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het arme meisje. Ja, ik hoop echt dat ze er weer bovenop komt. Wat deed die hoogleraar op dat rampfeest? U weet dat ze overleden is? Dood? Was het zelfmoord? Moord? Voor de duidelijkheid, dit is dus toneel. We spelen een verhaal. En dat verhaal is zowel echt als niet echt. Studeer jij wel genoeg? Studeer geen hele kanker! Dus als we iemand helemaal verrot schelden, dan doen we dat echt. Maar we vinden die persoon heus niet echt een Mongool. Als ze dit niet zeggen, verf ik een fucking roze pik op een witte villa. En je kent mijn theorie. Het gaat erom dat vanavond het allervetste feest van het hele jaar wordt. Banierink die floor die... Wij organiseren samen... Maar waarom noemt u haar in verband met Fabian Banierink? Ja, gewoon. U was er toch bij? U weet het al, hè? Ah ja, u weet het al. Meneer Ariens. Hier ben ik om hier iets over te zeggen. U bent haar huisgenoot. Ah ja, werkt het zo, ja? Hoe laat is het? Ik ben moe. 6:30. Godverdomme, deze nacht duurt kankerlang, zeg. Hoe lang moet ik hier nog blijven? Zoals ik al zei, u blijft hier voorlopig nog wel even. Floor van Heek? Ja, dat is een student van mij. Die was er ook. Die woont daar. Wat heeft u met Floor van Heek gedaan? Wat bedoelt u? Waar zin speelt u op? Banierink was er ook. Hij was Maurits' mystery guest. Dat hebben wij elk jaar, een mystery guest. Die... Ja, dat is een traditie. Je moet dan om 12:00 een speech houden. Als Nestor moet je de mystery guest kiezen voor het Oud en Nieuwfeest. Dat is de grootste eer van ons huis. Sommige studenten willen daarom per se bij ons komen wonen. Als je bij ons komt hospiteren, moet je de meest ideale mystery guest kiezen. Daar word je op geselecteerd. Mijn naam was Erik de Hag. Ja. Nou, Robert Dijkgraaf. Het gaat erom dat je iemand kiest die misschien nog wel zou kunnen ook. Ik had... Hoe heet ze nou? Of Max Verstappen. Oh, sorry. Mirjam Bult. Ja, die was de voorzitter van het college van het bestuur van de UT. En toen ik haar naam had genoemd, zei Maurits dat ik het had verpest voor mezelf. Nee, Ilse de Lange niet. Nee, de helft van de hospitanten die kiest daar. In ieder geval geen lekker wijf hoor. Nee, dan weet je meteen waar alle aandacht de hele avond naartoe gaat. Ja, kut. Waarom kom ik nou niet op de naam? Caroline van der Plas, ja. Wat een rare vraag. Oud-rector Frans van Vught natuurlijk. Die kon 10 seconden onder een tap hangen. Wist je dat? Nou ja, Louis van Gaal bijvoorbeeld. Of misschien... Angela Merkel. Hè. Die moet die. Een lekkere vent. Om Maurits mee jaloers te maken. Ja, Arie Boomsma of zo? Merel, hou je bek en bef me. Ja, dat hoef je mij niet 2 keer te vragen. Gelwijf. Bij de spuut knodden in de gele kater deed Frans van Vught dat. Gouwe vent. Sindsdien dient elke student dat op zijn minst te evenaren. Waarom heeft u cocaïne gesnoven met mevrouw van Heek? Wat bedoelt u? Met Floor gesnoven? Nee.
weet van niks. Of tenminste, ik kan me niks meer herinneren. Snuiven, van dat is niet gebeurd. Wie zegt dat? Is daar bewijs van? Nee, Maurits had hem uitgekozen. Ja, volgens hem was hij de ultieme mystery guest van dit jaar. Fabian Banierink, ja. Iets te ultiem, blijkbaar. Die ouders van Floor hebben alles geruïneerd met hun spontane bezoek. We waren gewoon slecht voorbereid en dan ineens is dat moment daar en toen ging alles... Toen was alles nog goed tussen Davina en Floor. Je zag aan alles dat Davina er zin in had, Rosalie niet. Ik had superveel zin in het feest, alleen Davina, die was de hele tijd met Floor bezig. Rosalie wilde dus super vroeg gaan, omdat zij en Maurits nogal stroef gaan. Of nou ja, technisch gezien hebben ze geen relatie. Maurits is mijn vriendje, ja. Scharrel. Of nou ja, het ligt gecompliceerd. Davina kwam natuurlijk alleen voor Floor, maar ja, dat liep uiteindelijk helemaal uit de hand. Achteraf gezien was het natuurlijk veel beter geweest als ze nooit was gekomen. Mevrouw Van Heek. Ja? Wat heeft uw ruzie met de moord en het cocaïnesnuiven van Fabian Banierink te maken? Uiteindelijk alles. Oké, Tom. Sjaasje, jij gaat dus die Nienke even moeten aanduwen vanavond, ja, ja. Want je kan in je eigen bed slapen. Ik heb je bed in de schuur moeten zetten. Helemaal daar? Nienke dus. Nou ja, prima Enschede zesje. Nee, ho. Nienke is op zijn minst een achtje. Oh ja, jongen. Niet verliefd worden, hè? Potverdorie, anders ga je maar iemand anders aanduwen, jongen. Ik vind het leuk. Shit. Oké. Okay. Ja, ik ben verliefd. Oké. Okay. Nou ja, op zich is ze wel lekker, ja. I guess. Beetje irritant stemmetje. Dat nee. Huh? Ze heeft een heel lief stemmetje. Ja, oh ja. Ja, de allerliefste. En wat zegt ze dan bijvoorbeeld? Is ze... Zegt het heel... Tom! Ik wil op je gezicht zitten! Sjaasje! Godverdomme, ik wil je godverdomme alleen aan mijn schermen, lul. Straks ben je fucking bezet en dan is je hele studententijd voorbij. Ja, net als met Rosalie zeker, hou je bek, lul. Ba! Ze is gewoon een schaal, man. Ah ja. Je hebt toch laatst met haar gedate? Ach, het was gewoon wat drinken. Ja, dat is toch daten? We moesten iets uitpraten. Ah ja, en daar hoort neuken bij. Ach, krijg dat de kenker, Tom. Rosalie is voorbij. Vanavond draait om Jasmijn. Ja, ik denk dat Jasmijn dat anders ziet. Jasmijn is een 8,8. En dat weet ze. Iedereen wil haar. En dat weet ze. Maar zij hoeft naar niemand toe te komen. Nee. Iedereen komt naar haar. En terwijl iedereen naar haar komt, neemt zij rustig de tijd om iemand uit te zoeken. Zij weet precies hoe alles tussen iedereen zit. Maar ook zij moet een keertje neuken. Ja, niemand ontkomt aan zijn instincten. Laatst kwam ze al naar mij toe. Hè? Een keer vroeg ze aan mij. Zeg, Maurits, wanneer drinken wij eens wat samen? Echt? Serieus. Echt raar? Ja. Wanneer? Dinsdag. In de pakkerij? Ja. Hè? Maar ik stond de hele avond naast je. Nee. Jawel? Nee, je was met die Nienke. Nee, je was er niet. Ja, je zuipt echt te veel, jongen. Ja. Weet je wanneer ik ben ontmaagd, Maurits? What the fuck? Nee, hoezo? Het was ergens op vakantie in Zuid-Frankrijk. Zo ergens op de grens. Frankrijk is dan zo'n beetje zo op de grens tussen van tijd en ruimte. Okay. Zo ergens in de 15e dimensie. Zo okay. In een jacuzzi van God met de Toyboy Satan en 42 doorgeleefde hoeren. Okay, ah, ik ben Maurits en ik ben ontmaagd. Tom! Ja. Baktrekken, jongen. Kut. Daar ga je. Ik zweer het je. Ze wil mij. Jasmijn wil mij. Mm-hmm. En als het vanavond niet lukt, nou, dan neuk ik Nienke maar nog een keer. Wordt gewoon Rosalie. Dus. Oké, okay, Tom, Sjaart. Bakje trekken. En dan vuurwerk klaarzetten. Staat onder de poster van SE Fireworks in de schuur. Maak het klaar, jongen. Fuck. David, het is al 9 uur. Over een half uur gaan we, oké? Nou, kunnen we niet iets later? Nee, we moeten juist als allereerste zijn voordat al die andere wijven komen. Oh, gretig wijf ben jij ook. Shit. Oh, je hebt gelijk. Nee, wacht. Ik wil niet dat Maurits denkt dat ik op hem geil. Maar je geilt toch gewoon op hem? Ja, dat is ook zo. Maar ik wil dus niet dat hij dat weet. Maar dat weet hij al. Ja, dat is ook zo. Maar ik wil niet dat hij denkt dat hij me zomaar kan krijgen. Rosalie, hij heeft je al 7 keer aangeduwd. Je naam staat zelfs onder de bestuurstafel. Ja, nee, maar dat is niet eerlijk. Jullie dat... zijn gewoon scharrels. Oké. Maar ja, we waren steeds dronken. Alsof je vanavond niet dronken was. Ja, Jezus, Davina, ik wil gewoon dat hij eens een keer zijn best voor me doet. Is dat het?
Nee, het is ook dat hij eens een keer op moet houden met geilen op die kutjasmijn. Nou, dan moet je niet zo makkelijk zijn. Kutwijf. Ik observeer slechts objectief je gedrag. Zeg, vind je mij een slet? Nou, een hele lieve slet. Je hoeft niet altijd de waarheid te spreken, hoor. Nee, maar wel heel vaak. Echt een kuteigenschap van je. Doe eens niet zo bitter. Is goed voor je. Maak je klaar voor de maatschappij. Oh, dus nu ga je me opvoeden, zeker? Ja, aan het eind van de studie ben jij een vrouw. Oh ja, volgens mij ben jij aan het eind van je studie gewoon zo'n kotsen. Fucking hell. Laatst in de les haalt even het hele koloniale verleden erbij. Ja, is toch leuk? Hé, hey, Daaf. Ga je vanavond Floor nog eens even om een rela vragen? Nou? Je hebt de ouders al ontmoet en nu kun je natuurlijk niet meer terug. Nou, I don't know. Volgens die ouders ben ik de Oekraïense schoonmaakster. En de vriendin van Tom. Wat? Die Sjaars? Ja, die Sjaars. Gadverdamme, Daaf. Jij en die Sjaars? Floor, word nou even rustig. Panierink. Nee, wacht nou even. Van alle mensen die je kan kiezen, kies jij natuurlijk weer onze leraar Fabian Panierink. Floor, doe nou even niet zo moeilijk. Kom op. Weet je, dan ga ik wel lekker oud en nieuw vieren bij mijn ouders. Lieve, zie de mogelijkheden. Waar heb je het over? Bekijk de situatie nou gewoon even één keer alsof je een fucking geslepen politicus bent. Ik ben geen fucking geslepen politicus, Maurits. Oké, maar ik dacht, we laten die banier inkomen, die voeren we dronken en dan kan jij dat cijfer bij hem fixen. Wil je hem chanteren? Gast, ik dacht dat iemand uitgenodigd omdat het je grote voorbeeld is. Ja, dat is die ook. Die man is een fucking grote. Maar jij kan toch, ja, jij kan iets bij hem regelen. Ik wil helemaal geen politieke spelletjes spelen, Maurits. Ik wil gewoon feesten. Ik wil gewoon helemaal naar de get vergaan. Oké, ik snap het. Echt. Maar laat het idee gewoon even bezinken. Ik ga niks laten bezinken. Ik wil die kutvent hier niet eens over de vloer hebben. Oké, moet ik hem afbellen? Ja. Oké. Ja, nee. Ja, godverdomme, dat kan toch helemaal niet? Maar ga je nu nog even een mystery guest vandaan halen? Top dit, Mau. Super. Even 10 minuten van tevoren zeggen wie er langskomt. Nou, ik hou ook van jou, hè, liefje. Klootzak. Ah. Hoe lang blijft hij? Nou, heel eventjes. Gewoon speechje. Dan is die, krijgt hij een paar verenreed van iedereen en is hij weer weg. Ja, het duurt dus kankerlang. Nee joh. Kom op. Nou, zo. Ook weer lekker besproken. Afgehandeld. Tijd voor belangrijke zaken. Goed. Het is belangrijk dat wij scherp zijn vanavond. Pak je sleutel. Blijf jij maar scherp, Mau. Ik ga mijn haar doen. Nee, je moet even wat nemen. Je moet een beetje ontspannen. Ja, kankers. Dus jij slaapt vanavond niet hier? Nou, dat weet ik nog niet. Leugenaar. Nee, echt. Misschien. Twijfel je? Nee, maar... Nee, twijfel je vanwege die ouders van haar? Ik zie wel. Nou, ik vind er wel een beetje een apart, hoor. Hoezo? Nou, ze heeft gewoon altijd een grote bek. Ja, dus? Volgens mij vind jij het vooral geil dat zij een Van Heek is die zich afzet tegen die familie van haar. Weet je, volgens mij is zij van de verkeerde tak van Van Heek. Denk je niet dat ze je gebruikt? Mij gebruikt? Ja. Wat jullie doen, dat mag zeg maar niet, hè, van de heer. Och, nou dat. Weet je, ik denk dat ze je vooral wil, zodat ze zich alleen nog maar meer kan afzetten tegen die familie van haar. Diepe analyse. Ja. Maar nee joh, zo zit het helemaal niet in elkaar. Zo lijkt het wel een beetje zo. Zeg, Rosalie Meester, zit jij hier een beetje in mijn prille relatie te porren? Ja, vond je dat kut? Nee. Jammer. Zal ik nu weer in jouw prille relatie porren? Oh, wacht. Die heb je niet. Die heb je niet. Stuk jou. Weet je, als Maurits mij vanavond in deze jurk niet ziet staan, weet ik het ook niet meer hoor. Kijk, zo ken ik je weer. Oké, we gaan gewoon heel vroeg, nog voordat Jasmijn er is. Ik heb een beter idee. Wacht, ik heb volgens mij ergens nog... Die ene foto van Jasmijn, weet je nog dat ze in het gat de hele wc heeft ondergekotst? Nee. Ik heb daar een foto van. Zit zij niet ook in die biecht-app? Oh mijn god, wat ben jij soms een heerlijk kutwijf. I love it. Eens kijken of ze nu nog durft te komen vanavond. Laatste kratje, Maurits. Waar is de sos? Ho, Sjaars. Ho. Eerst werken, jongen.
Staat vuurwerk al klaar? Nee, kak, kut. Nee, ik ben vergeten. Ga ik nu gelijk doen. Verdomme kut. Kankersjaars. Je moet niet vergeten. Al die telefoons moeten ook nog in die zak, hè? Er mag niks online komen van deze kankervette avond. Ook die van de mystery guest. Ja, wanneer ik? Weet ik. Tom! Kom eens even hier. Jij moet scherp zijn vanavond, jongen. Oké. Net zoals ik. Ja. Dus je krijgt van mij een klein beetje sterrenstof. Heel mooi. Keurig. Hupsakee. Oh. Zo. Hè? Oh, fuck. Wat, ben je weer iets vergeten? Oh, ik krijg een visioen. Een visioen? Wow. Alles is ineens zo helder. Wat zie je, jongen? Alles. Dat is fucking veel, hè? Oh, ik weet hoe je Jasmijn moet regelen vanavond. Wat? Hoe? Ik zie iets met een varken. Een varken, oké, een varken. Ik zie iets met een varken op sterk water. Wat de fuck heeft Choppy mee te maken? Nee. Ik heb het over het varkentje van het pot. Het pilsje. Oh ja, lekker. Nee, lul, dat varken heet pilsje. Moet ik pilsje voor Jasmijn regelen? Nee, lul, nee, Mauw, het visioen is een raadsel. Je moet gewoon zo kankerveel bier aan Jasmijn geven, dat hij zich gewoon gaat gedragen als een beest, als een varken. Oké, dit soort shit kan je echt niet meer zeggen. Hoezo, je hebt toch gewoon GHB klaarstaan? Met zieke geesten. Jij had het toch over GHB? Ik heb het over spirituele GHB, ja? Oh. Oh. Oeh. Zo. Wow. Ik ging even... ben echt even... kankerhard. Ik zag jou vliegen, jongen. Godverdomme. Maar je moet niet vergeten... jij bent de organisator vandaag, hè? Je bent geen bezoeker. Je moet orde houden. Je hebt verantwoordelijkheden. Een beetje sos. Is oké. Sos. Maar ik wil jou niet zien kaakschaatsen vanavond. Nee, sorry. Hey! Ja! Opletten, jongen. Voor je het weet gaat er iemand anders met Nienke vandoor. Misschien ik wel. Wat? Vrouwen kiezen tegenwoordig zelf uit met wie ze willen neuken, hè? Beetje emanciperen. Uh-huh. Waar is onze vrouw eigenlijk? Het is tijd. Floor! Ja! Komen! Zo. Wat? Ik ben nog niet klaar. Wow, wij zijn ook niet klaar, man. Ja, oké, maar ik moet mijn haar nog doen. What the fuck, je haar zit geweldig. Nee, het is fucking warrig. Floor, je ziet er kenkergel uit. Ja, je ziet echt heel erg geil uit. Tom, jij moet Nienke regelen vanavond. Kak! Je hebt geen bed, ja, dat staat in de schuur. Ja, I know. Oh, fuck! Wat? Hier, Daaf en Roos, ze gaan nu weg. Ah, godverdomme, die komen weer veel te vroeg. Die Rosalie is veel te kankergretig. Oké, jongens, aan het werk. Ja, oké. Okay. Ik ga mijn ballen scheren. Ik ga niet mee. Ik weet niet wat ik aan moet, Daaf. Trek gewoon dit aan, je ziet er fucking geil uit. Ik zou je doen. Ik weet het niet hoor. We kunnen toch ook gewoon gezellig hier blijven vanavond? Roos, het wordt super vet. Vooral sinds jouw vriendje Nestor is. Oké. Maar weet je, misschien moet ik dan wel gewoon even iemand anders fixen vanavond. Ja, om hem jaloers te maken. Toch? Het is alleen wel een beetje jammer dat de helft van de bezoekers uit autisten bestaat. Oh ja. UT'ers kunnen zo sociaal onhandig zijn. Echt hè? Oh. Ja, die worden gewoon gedrild tot instrumenten op die universiteit of zo. Niemand denkt erna, werken alleen maar als slaven. Dat is tot slaaf gemaakt, hè? Och ja. En weet je, het ergste vind ik nog dat ze allemaal niet sociaal willen zijn of menselijk. Nee, ze willen gewoon gedachteloze machines zijn en vergeten dat er zoiets is als een leven of een kritische houding. Hè? Net als computers. Die zijn eigenlijk heel dom, wist je dat? Nee, echt. Ja, die werken alleen maar, daarom zoomen ze zo hard. Maar echt nadenken... Ho maar. Ja, en met die nerds is dat dus precies hetzelfde, hè? Ja, maar omdat zij zichzelf dus zo slim vinden, moet dat domme geprogrammeer van hun ook per se iets slim zijn. En fucking hell, waarom ook niet, hè? Iedereen die niet kan programmeren vindt ze ook slim. Ja, handig vooral, nuttig. Omdat ze ook zo bruikbaar zijn, maar ja. En dus is iedereen het erover eens dat ze slim zijn. Die fucking kneusjes. En wij, Roos. Hè? Huh? Wij zitten daarmee opgescheept, hè? Oh, ja. Met die stinkende jochies. Ja. Wij zijn ermee opgezadeld. Serieus, elke keer als ik zo'n nerd spreek, ik heb het idee dat ik een fucking tapijt aan het opvreten ben. Een soort muffe, opgezette robotdieren. Het is voor jou een fucking Turing-test vanavond. Ja? Grote kans dat je gewoon een robot gaat neuken in plaats van een geile gast. Goed, ben je klaar? We gaan. Kutwijf. Dit feest is onze avond, jongens. Vergeet dat hele fucking oud en nieuw. Het gaat erom dat wij vanavond laten zien wie het vetste ziehuis is. Oké! Okay. We gaan door. Nu betters. Leuk hoor.
Hubertus, dat je het grootste studentenhuisfeest van Nederland hebt. Maar kwantiteit zegt niks over kwaliteit. Kijk maar naar de democratie. Omdat Nederland voor 80% uit domme sentimentele debielen bestaat, heeft Nederland ook een kabinet vol domme sentimentele debielen. Echte leiders worden niet door een massameerderheid gekozen. Nee, echte leiders worden geboren. Bedoel jij nu jezelf? Ja, hij bedoelt zichzelf. Het potgala! Net zoals Hubertus feest. Fucking episch. Maar, kom aan jongens, het is te makkelijk. Iedereen snakt ernaar. Jo, maar ga je nu de hele show of... Iedereen is in december als een geil wijf dat al een half uur gevingerd en gebeft is en smeekt. Nee, krijst om een volbloed stijf kanon in de kut te krijgen. Ik ga komen naar het gala. Ik ben komende. Nog meer pikken. Ik kom. Ik ben gekomen. Er is toch helemaal geen eer meer aan te behalen. Jouw klaarkomgezicht is echt eng. Tom, baktrekken, jongen. Godverdomme, ik moet echt neuken vanavond. Ja, hoort dat ook bij je speech? Waarom praat jij? Baktrekken. Hoe laat zijn half af en Santrevierder? Nee. Nou, fuck, het maakt ook niet uit. Oké, door! Fuck, vergeet al die sierborrels, Fressival, de OD, midwinterbarbecue, Rosé Boulevard. Hey, ik vond Rosé echt heel leuk. Hé, hey, maar gelukkig hoort niemand van de Chions, hè? Huis Enschede. Domus 13. Vanavond wordt onze avond. Huis Enschede! Borstkloppen naar maken! Borstkloppen. Nou. Lekker. Hele week speak, Mau. Heel jammer van je consumptie. Tom, baktrekken. Nee, ik ga het vuur weer klaarzetten. Staat het nog niet klaar dan? Nee, we staan nog niet klaar. Godzaars. Kankerzaars. Ben ik al. Daaf? Ja? Mag ik wat stoms vragen? Ik ben niet anders van je gewend. Oh, kutwijf. Jij bent toch ook bang? Bang? Ja, gewoon om mens te zijn. Wat is dat nou weer voor een vraag? Ja, tuurlijk. Dat is ook fucking eng. Ja. Kwetsbaar zijn, alles zeggen wat je denkt en wat je voelt. Ik probeer me daar dan niet voor te generen, maar... Als je denkt alles zeker te weten, word je alleen maar hard, hè? Ik vind jou behoorlijk hard. Ja, maar dat komt omdat ik van ons twee de slimste ben. Nee, grapje. Roos? Ja? Wij gaan ons voorbeeldig gedragen vandaag. Lekker echt menselijk zijn. Een beetje schoppen tegen alles. Oh, en schuren. Ja, en schuren, ja, zeker. En we gaan sowieso aan de M. Oh, daar heb ik zo zin in. Er is nul elegantie in deze stad zonder ons. Ze hebben ons nodig op dat feest. Dat is waar. Heb je er al wat meer zin in? Ja. Ik vertik het alleen echt om mijn telefoon in te leveren, hoor. Oké, Floor. Jij legt de pillen even klaar. Tom, jij doet de deur open, zo, ja? Kut, ik moet daar een shotglaasje nog inschenken. Ja, schiet even op dan, gast. Ja. Tering. Oké. Ah, daar zijn ze. Tom! Tom! Waarom is het nog niet opgedaan? Ja, die kenkersaars, ik weet het niet. Ja, god, noem maar, ga ik zelf wel. Hi! Wat zie jij dan? Hallo, knappert. En hallo, Rosalie. Oh, hi, Floor. Hi. Oh, zijn we een beetje te vroeg? Moet jij je nog opmaken? Ja, jullie zijn kankervroeg. We wilden niet meer zo lang wachten. Ah, oh, miste jij mij? Ja. Heftig. Hey, waar is Maurits? Well, hello, lady. Zo, dit is de godver. Oh. Zo'n kenker vroeg. Wat? Ja, ik wilde niks missen, Mau. Nou, dat is je gelukt, ja. Dus Jasmijn is je nog niet. Tom, doekje, jongen. Nou, wat een warm welkom. Ja, we zijn nog niet klaar. Jezus, slechte start, vind je niet? Ga je de hele avond zo zuur doen? Nou, weet ik niet. Ga jij de hele avond toch voor Jasmijn aan? Tuurlijk niet. Ik ben toch een nette gast hier. Ik gedraag me voorbeeldig. Dat gaat je vast lukken tot een uurtje of twee. Oh ja? Ja? Komt Jasmijn dan? Eikel! Oh, God. Alright! Let's get drunk, people! Tom! We hebben maar 5 shotjes nodig, hè? Oké. Zeg dat er niet, dan kan ik hem op. Heb je... Pardon? Neem een shotje. Nou, neem er 2 van het huis.
Heb je voor mij iets anders, Floor? Veel te weinig, hè? Hou je niet van amaretto? Thanks. Notenallergie. Oh, notenallergie. Oh. Ja, nee, nee, ik heb daar rekening mee gehouden. Misschien staat er achter die vuilnisbak, volgens mij. Au. Okay. Floor? Bitch! Yeah! Wacht jij maar tot vanavond. Hey, zeg, staat de verwarming wel aan, jongens? Het is fucking koud hier. Ja, natuurlijk. Het staat gewoon op 23 graden. Oh, dus het was de sfeer, Tom. Oké, goed. Ik zet even wat muziek op, dat helpt. Mm-hmm. Kijk, oké, lieve geile mensen. Ik zeg, pilletje voor de sfeer, jongens. Oh ja, oh yes. Yes. Tom is hem helemaal de gek. Tom, kom maar. Nou. Kom maar, jongen. Kom maar, jongens. Oké, ready? Komt-ie, en go. Ja, toen ik binnenkwam, toen zat de stemming er goed in. Ja, van een aanstaand onheil was helemaal niets te bespeuren. Ik werd uitstekend ontvangen door die studenten. Ik kreeg zelfs een smerig zelfgebrouwen drankje voorgeschoteld. Het incident, meneer Van Eering. Ik heb net nog gezegd dat ik alles ga vertellen. Laat me dan ook goed vertellen. Dat zijn we de waarheid wel verschuldigd. Afijn. Ja, iets voor 12 kwam ik aan en zoals ik al zei, ik werd uitstekend ontvangen door die gastheren. Allemaal heel studenticoos natuurlijk, dus ik lulde gewoon wat met ze mee, snapt u? Meneer Van Eering, het is een ongelofelijke eer dat u vanavond hier bij ons de nieuwjaarsspeech wil komen doen. Maurits, het is mij een eer om dit te mogen doen, om eindelijk iets te doen wat Frans van Vught nooit heeft gedaan. Ja. Zo, wie ben jij? Oh, dit is Tom, onze huisjongste. Tom staat voor Twents onderwijsmodel. Oh. Ja, Tom is een echte prototype student, een echte tomboy. Hey. Oh. Hij heet eigenlijk Bert. Maar goed, vonden we lelijk, hebben we hem Tom genoemd. Wat bloeien allemaal. Hé, hey, Sjaars, oppassen, hè. Hoogleraar Banierink, hoogleraar technische bedrijfskunde en bovenal onze mystery guest staat hier, meneer Banierink. Excuus voor het onuitstaanbare gedrag van mijn huisjongste. Geeft niks, duidelijk een Sjaars. Exact. Vindt u ook niet dat hij wellicht een straf zou verdienen? Iets met een bak die getrokken zou kunnen worden? Mau, alsjeblieft, ik heb echt nog veel te veel op vandaag. Wat vervelend. Bak trekken, jong. Over drank gesproken. Wilt u onze huisdrank proeven? Ja, zeker. Zeker. Als mystery guest krijgt u uw eigen glas. Zo, dat is wel een vol glaasje. Ja, u bent een hele groot, hè? Nou, Adje voor de sfeer maar. Het is echt zo'n eer om met u te mogen atten. Ik kan niet wachten op uw speech. Ja, en daarna ben ik ook weer snel weg, hoor. Oh, u mag blijven zolang u wil, hoor. Oh, Mau. Dat is aardig van je. Nou, Mau, waar ben je nou de hele tijd? Wat? Ik wil even met je dansen. Oh, hi. Mooie oude lul. Dit is meneer Banierink, Roos. Ja, dat weet ik toch ook wel, maar op een oude fiets moet je leren. What the fuck? Jezus, what the fuck, Maurits? Laat me met zeg, Maurits. Tom, laat me met het, het gaat goed met het afstuderen. Dat het goed gaat met het afstuderen. Ja, laten we dat dan maar na uw speech even over hebben. Ik moet u nog aan iedereen voorstellen. Dat gaat via allemaal codes en zo. Oh, vooruit. Ja, ik laat me gewoon vanavond door jou leiden. Ja. Oh, tot slot uw telefoon. Sorry? Uw telefoon. Oh, Ja. Moet dat echt? Ja. Tom, ik ben bang dat we niemand uitzonderen. Oké, zelfs de mystery guest dus niet. U heeft hem echt zo weer terug. Tom lette heel goed op. Ik vind het een heel goed iets. Een goed initiatief. Ja, waar kun je tegenwoordig nog onbespied waren, nietwaar? We hebben allemaal zo'n kleine Big Brother in onze broekzak. Digitale ogen en oren. En het ergste moet nog komen. Nou, vooruit. Jongens, kut, nog een halve minuut. Ah, mevrouw Van Heek. Meneer Benierink. Met een schitterende jurk. Wat een verrassing. Wat een eer! De mystery guest himself, meneer Banierink! En u bent? Davina! Ik heb wel een paar lessen van u gevolgd. Oh, is het werkelijk? En jullie? Neuken! Ja! Gefeliciteerd! Jongens, nog 10 seconden! Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, ga!
was een erg vrolijk feest. Ja, gelukkig mengde ik goed met de studenten. Ja, ik was daar dus niet gelijk weg. Ik bleef langer dan gepland. Ja, normaal gesproken belt mijn vrouw altijd wel op. Zeker met die jaarwisseling natuurlijk, hè. Maar goed. Geen telefoon. U heeft cocaïne gesnoven met uw studenten. Waar is uw bewijs? Meerdere aangehouden personen verklaren dit. En u gelooft dat jonge Grut in paniek? Praat elkaar maar na. Ze worden apart van elkaar gehoord. Ja, en u bent vast niet op de hoogte dat uw vraagstelling invloed kan hebben op het antwoord, ja. U denkt objectief te zijn, maar uw manier van doorvragen stuurt juist in een bepaalde richting. Goede vragen stellen is een vak, één dat u met alle respect niet verstaat. Hoe weet u dat zo zeker? Omdat ik hier toch degene ben die wordt ondervraagd? Ja? Ik word hier toch door u in een bepaald hoekje gedwongen? Ben ik hier nou degene met een universitaire graad? Of zijn jullie dat? Nou dan! Ik heb er verstand van, ik ben hoogleraar. Vraag stellen is mijn professie. Dus, nogmaals. Waar is het bewijs? Waar is het bewijs dat ik cocaïne zou hebben gesnoven met die Floor van Heek? Niet met. Van. Oh, nou wordt hij mooi, nou wordt hij nog mooier. Van een student? Wat bedoelt u überhaupt? Waar is uw bewijs? En van waar zou ik dat dan hypothetisch hebben gesnoven bij die Floor van Heek? Haar borsten. Haar borsten. Ik wil nu dat u het bewijs toont. Ik laat mij hier niet kapot maken. Ik laat mij hier niet cancelen, zoals het tegenwoordig heet. Ik laat mij niet kapot maken met roddel en achterklap. Ik ben fucking Marco Borsato niet! Weet je, Marco had gelijk. Of ja, ik kan geen tekst schrijven. Heel vrij lijn. En het gaat jou vanavond lukken als je al je probleempjes rustig laat varen. Cijfers, liefde. En het vak ga je godverdomme ook halen. Alles ligt op tafel en het ligt in jouw eigen handen voor. Jij moet een 8. Meneer Van Eerik! Meneer Van Eerik? Waarom was u alleen met mevrouw Van Heek? Ik kan me niet meer alles helder herinneren. Het ging allemaal zo snel. Misschien ben ik wel gedrogeerd. Wanneer had u door dat u te lang op dat feest was? Toen die ruzie ontstond tussen die twee dames, dat was nadat... Na wat? Ik heb die avond 2 speeches gegeven, hè? Ik vond die eerste niet goed. Bent u daarom gebleven? Nee, het ging allemaal zo snel, het is allemaal zo warrig. Ik denk echt dat ik gedrogeerd ben. Een stap terug dan. Die ruzie. Waar ging die over en waarom viel die u op? Ja, het viel iedereen op. Ze stonden op het balkon en de helft van de feestgangers keek mee door het raam. Maar wat mij vooral opviel was dat Floor van Heek vanaf dat moment eigenlijk alleen nog maar op het balkon stond. Alleen. In haar jurk. Dat was rond 2:15, denk ik. Juist omdat het zo ijskoud was. Zeker 3 kwartier heeft ze daar gestaan. Ze wilde per se buiten blijven, had ik het idee. Hoe weet u dat zo zeker? Ik ben op een gegeven moment een sigaretje gaan roken. Ze was boos. Het is een koppige dame, die Floor van Heek. Ze is beeldschoon, maar koppig. Ze werkt hard, hoor. Ja, misschien werkt ze wel te hard. Maar goed, ja, ik ben niet de aangewezen persoon om daar iets over te zeggen, vind ik. Sigaretje? Ik rook niet.
Ik ook niet. Het is een slechte gewoonte. Het slaat op je keel, die vuurwerkrook. Ja, ik heb nooit van het vuurwerk gehouden. Mij te vluchtig. Er gaat zoveel de lucht in dat het niet memorabel is, snap je? Het is veel, lijkt op elkaar, dus het is niet bijzonder. Beklijft niet. Hadden we maar één plek in Enschede waar we al het vuurwerk tegelijkertijd afstaken, dan beklijft het. Zoals op 13 mei 2000? Oh, sorry, ja, dat zo bedoeld. Zoiets, ja. Ja, dat was, ja, dat was heftig, was dat, hè? Ja, ja. Ik woonde toen niet in Enschede, hoor. Ik zag het op tv. In Groningen, ja. Ik was toen 26. Ik zat toen in mijn studententijd. Ja. Nu zit ik in mijn professorentijd. Hoe hoog zou het zijn van de weer? 15, 16 meter. Mevrouw Van Heek, eventjes over daarnet. Ja, kijk. In mijn tijd, hè, toen was niemand zo licht geraakt. Wist je dat? Tegenwoordig is iedereen zo licht geraakt. Dat komt door die social media. Ja, die laten alles zien. En als iets dan ophef veroorzaakt, dan weet de hele wereld dat gelijk. En dan keurt de hele wereld dat ook af. Hè? Mijn tijd was het niet zo, hoor. Nee, nee, toen had je nog privacy. Echte privacy. Toen durfde je nog fouten te maken, foute dingen te doen. Dat kon toen nog. We gaan echt de verkeerde kant op met z'n allen. Hè? We worden veel te braaf. Alles is zichtbaar. Alles is constant zichtbaar. En als alles zichtbaar is, is het eerste mechanisme dat in werking treedt? Juist, ja. Schaamte. Schaamte. De schaamte is de tiran van onze normen en waarden geworden. We zijn zo licht geraakt. We zijn zo doodsbang dat iemand iets gênants of iets geks van ons vastlegt. En dat tegen ons gaat gebruiken. Hè? Daar zijn we zo doodsbang voor. En zo worden we allemaal hypocrieten. Snap je dat? Hypocrieten worden we. Want als de schaamte regeert, dan moeten we alles verbergen met schone schijn. Al die camera's, al die camera's. De schaamte regeert. En daarom heb ik zoveel ontzag voor jou. Ja, want jij durft tenminste nog foute dingen te doen. Ik word zo boos van al die ontwikkelingen, die angst, die censuur, die. Ik ga hier een essay over schrijven. Nee. Een boek. Ja. Dus, dat van net, hè. Dat blijft tussen ons, hè. Ik wil een 10. Hard werken, dan lukt het. Ik wil godverdomme een 10! Ja? Iedereen hier heeft gezien wat jij hebt gedaan. Het is misschien op de grens van het betamelijke, maar niet verboden. Bovendien zal ik altijd alles ontkennen. Ik geloof in jou, Floor. We geloven allemaal in jou. De hele faculteit gelooft in jou. Dus gewoon je best doen. Schouders eronder en dan lukt het wel, op eigen kracht. En anders heb je altijd nog de financiële kracht van je familie. Ik ben niet zo'n Van Heek. Niet? Oh, dat is jammer. Ja, want Floor, het leven gaat slechts om transacties. Als je het geld hebt, ja, dan is het makkelijk. Als je het geld niet hebt, dan heb je altijd nog je hersens. Of je talent. En anders heb je altijd nog je... Vat het niet verkeerd op, hè! Vat het godverdomme niet verkeerd op! Het is gewoon een wijze les, een harde wijze les.
Want je zult jezelf nog veel vaker moeten verkopen. Zo werkt dat nu eenmaal in deze wereld. En hoe eerder jij dat weet, hoe beter. Dus, niet te lang buiten blijven, hè? Anders vat je kou. Meneer Van Hierink? Meneer Van Hierink? Meneer Van Hierink? Wat is er op dat balkon gebeurd? Zoals ik al zei, ik ben een sigaretje gaan roken en toen heb ik een babbeltje met haar gemaakt. Daarna ben ik weer naar binnen gegaan. Wat weet u van Davina Holte? Ah, dat arme meisje. Ja, ik hoop echt dat ze er weer bovenop komt. U weet dat ze overleden is? Dood? Was het zelfmoord? Ze is vermoord. Moord? Wil ik een advocaat?